Dit is een landelijke actie. Die vindt plaats op 315 begraafplaatsen in Nederland en inmiddels ook daarbuiten. Zowel Duitsland als België doen er mee. En dat is om stil te staan bij het feit dat die mensen hebben de hoogste tol betaald voor onze vrijheid. Ja, die? Ja, waarom het kerstavond? Ja, dat is toch wel een mooi moment. 4 en 5 mei, kerstavond. Ja, het zijn toch wel de punten dat je denkt, van, daar moet ik even over nadenken. Wij zijn de vrijwilligers van de Kroontjesbunker. En daarmee daar willen we dus de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de helden willen we laten zien. En dat, dit hoort daar ook bij. Kijk, de soldaten, dat waren heel vaak waren dat gewoon maar dienstplichtigen. En die zaten hier en die hadden een opdracht. En die maakten er maar het beste van, ook op kerstavond. Dat je toch wel enigszins stilstaat bij het feit dat het toen gebeurd is. En dat die mensen dus daarna geen kerst meer hebben kunnen vieren. 24 december 1919. Ja, dat is wel een apart gevoel, ja. Dat is 101 jaar geleden is die beste man geboren. Kerstavond wordt allemaal leuk gevierd, iedereen bij elkaar, de familie erbij en dergelijke. Maar in die periode heb je dat niet. Dit moet je niet vergeten.